Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Vandaag in Booming Brabant. Letitia Ouye over een duurzame toekomst. En komt die eigenlijk wel op tijd? Hij ziet het voor zich. Arnold van der Leden creëert een verzamelplaat voor dancefans in de House of DJs. Powervrouw Winnie Hofman van de Hofman Groep die schuift aan als compagnon. Het Brabant van de toekomst. We zijn er weer met Booming Brabant. Fijn dat je weer kijkt naar Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. Met vandaag gas erop, of liever wind- en zonne-energie. In 2050 moeten we energie-neutraal zijn en dat gaat niet vanzelf. Wat wel vanzelf gaat, is de dance-industrie. Ieder jaar levert die 250% meer geld op. Tijd om de scene te eren. Vind je jezelf echt superleuk? Nou, straks laten we zien hoe dat je van jezelf een tweede kunt laten maken. En ook wij zitten een beetje in de carnavalstemming. Zeker als die gekoppeld is aan innovatie. Dronken worden wordt nu wel heel erg makkelijk. En dat kan misschien handig zijn als je niet zo van carnaval houdt. We hebben nog een nieuw gezicht aan de tafel van Booming. In 2015 werd ze nog uitgeroepen tot beste vrouwelijke CEO. Een dame aan de top waar we heel graag meer van willen leren. Winnie Hofman, ontzettend leuk dat je er bent. Nou, fijn dat ik er mag komen. Je bent directeur van de Hofman Groep. Vertel eens even in het kort, wat doen jullie precies? Wij houden ons bezig met grondkerende constructies. En dat betekent eigenlijk dat wij in de grond allerlei materialen brengen, zodat de aannemers daarin heel goed kunnen werken. Wij maken parkeergarages, wij doen aan oeverbeschoeiingen, het verdiepen en het verbreden van kanalen. Mm-hmm. Wij doen eigenlijk heel veel. Wij zijn heel innovatief. We hebben allerlei nieuwe methodes ontwikkeld. Wij zijn vaak de voorloper van allerlei andere dingen. Wij doen al het werk uit handen halen van aannemers op specialistisch gebied. Wat wij doen. Ja. Ja, en dan staat er zo'n prachtige dame aan de top in een echte mannenwereld. Hoeveel mensen werken er bij jullie? 75. En hoeveel daarvan zijn vrouw? 8. Kijk. Ik zou willen dat het meer was, maar het is best een zware mannenwereld. En ik probeer ook steeds meer vrouwen erbij te krijgen. En die ik heb, die zijn echt goed. Die zijn goed en goud waard. Die willen ook, ik heb ook een vrouwelijke machiniste erbij. En echt vrouwen. En die zijn gewoon, die willen gewoon vooruit. Die snappen het een beetje. Je bent vies, maar het gaat best goed. Ah, hartstikke mooi. We hebben jou ook gevraagd om nieuws mee te nemen. En jij koos voor de wereldleider. Ja, en dit is natuurlijk wel een mooi knipoog naar ons carnavalsfeest ook. Want de masker van Trump is een hit onder de carnavalsvierders. Ja, ik heb het ook meegenomen. Want ik denk, dan moet ik het toch laten zien wat ik vind. Ja. Nou, dit is het masker van Trump. Ja. Het is helemaal uitverkocht. Ik heb hem hier ook nog een foto, want we zijn allemaal te ijdel om met make-up op het masker te dragen. Dus vandaar dat we er maar een foto ook bij gepakt hebben. Hij lijkt wel. Waarom vind je dit opvallend? Nou, hij is al heel opvallend op allerlei gebieden. En met carnaval dacht ik dat hij wel heel goed zijn best kon doen. En daar past hij denk ik ook wel een beetje in. Dat is mijn mening. Ja. Hij heeft wel wat dingetjes waarvan ik denk, nou, die zijn niet zo verkeerd. Maar de meeste dingen van hem, denk ik, dat past eigenlijk niet. En er zijn heel veel mensen. Het masker is uitverkocht, geloof ik, hè? Het is helemaal uitverkocht. Ik heb dat nog bij de House of Bazaar, bij Bart Moons, kunnen krijgen. Die heeft altijd moeite gedaan om het toch nog eventjes... Eentje erbij te scoren. Dat was wel heel fijn. Oké. Okay. Ja. Nou, Trump in ieder geval. Wij hebben ook nieuws uitgekozen. Unilever, die zegt nee tegen de overname van Amerikaanse Heinz. Ik heb hier het bericht erbij. De ketchupmaker Kraft Heinz, die wilde het veel grotere Unilever overnemen. En Paul Polman, de topman van Unilever, die wees het aanbod eigenlijk meteen van de hand. Ze hebben namelijk groene ambities. In 2020 alleen nog duurzame grondstoffen inkopen. En in 2025 moeten alle verpakkingen afbreekbaar zijn of opnieuw gebruikt kunnen worden. Nou, die duurzame doelstelling die zou dan in gevaar komen door de overname. En daarom dus geen fusie, Arnold. Snap je dat? Ik snap het wel. Ik denk dat het. Ik vind het vanuit de trots van Nederland dat Unilever Nederlands blijft, vind ik fantastisch. Mm-hmm. Nederlands-Brits. Maar dat Unilever nou dat duurzame vooruit staat, ik denk dat het meer ook een beetje een marketingverhaal is. Omdat ze ook echt diep in die duurzaamheid zitten. Wellicht denken ze, op den duur kunnen we daar veel winst van maken. Ja. Maar ik moet eigenlijk even zeggen van iedereen die bezig is op de markt, die mm-hmm. probeert daar geld mee te verdienen. Dat doen we allemaal. Tuurlijk. En Unilever is best wel inderdaad iets wat van Nederland is, maar mm-hmm. op dit moment doen wij heel veel aan duurzaamheid. En ik denk zo'n bedrijf als Unilever kan daar niet in achterblijven. Nee, dus die moeten ook vooruit. Maar Letitia, daar komen we straks natuurlijk op. Jij zit in het energie neutraal gebeuren. Is dit het verhaal van alle tijden? Het gaat of om de centen of om groener worden, maar samen gaan, dat is echt best wel moeilijk. Nou,
om weg te blijven van de vraag van Unilever duurzaam of niet duurzaam. Ik denk dat het gaat over innovatie. En Heinz is niks anders dan een verzameling van hele rijke individuen die erop uit zijn om zoveel mogelijk, zo snel mogelijk rendement op hun investering te verdienen. Ja. Dus wat gaat er gebeuren als Unilever overgenomen wordt? Wordt er in stukjes geknipt en dan vervolgens schuld erin gestopt? Ja, dat is gewoon helemaal slecht voor de innovatiekracht van het bedrijf. En dus dat is niet wat we willen. Dat willen we niet. Laten we eens wat andere innovatie bekijken dan. Want het klonen van mensen. Ja, jarenlang mislukte de ene na de andere poging. En in veel landen werd het zelfs verboden. Bij Shapeways draaien ze er hun hand niet voor om. Maar wel natuurlijk net even anders. Door middel van een scan en een 3D-printer. En dan maak je zo een mini-kloon van jezelf. Cameraman Melvin en verslaggever Emmy die lieten zich vermenigvuldigen. Shapeways is een online 3D-printing community en je kan via ons in meer dan 58 verschillende materialen jouw eigen designs laten 3D-printen. We zijn dus begonnen met 3D-scannen. Dat werd al een tijdje gedaan, maar we zijn nu echt als een eigen platform naar buiten aan het brengen. En ja, door iets in 3D te scannen of door een persoon in 3D te scannen, kunnen we dat natuurlijk ook weer printen. En dan heb je dus je eigen actiefiguurtje, je eigen miniaturen, 3D-selfie. En het is natuurlijk gewoon een nieuwe soort pasfoto. Het is echt een 3D-miniatuur van jezelf. Dus ja, je kan jezelf vanuit alle hoeken bekijken. En het is natuurlijk een heel nieuwe dimensie dan wat we voorheen kenden. Ja, we hebben onder andere Jet Rebel recent gescand voor zijn albumrelease. We hebben ons team natuurlijk ook in 3D gescand. En we gaan gewoon even de collega's erbij zoeken. We zitten in een hele interessante tijd, omdat we eigenlijk de keuze, de kracht van productie, komt bij de consumenten liggen. Dus iemand die krijgt echt inspraak in wat hij nou precies om zich heen wil hebben en wat hij nou bij zich wil dragen. En dat was voorheen was dat met andere, met massaproductie was dat onmogelijk. Je was echt afhankelijk van wat er op de schappen in de winkels lag. En nu kan je het zelf 3D tekenen of 3D scannen en laten maken zodat het precies bij jou past. Kijk. Dat is je model die wij gescand hebben. Ga ik daar nu de textuur van importeren. Tijdens het scannen zijn er zo'n 2000 foto's van jou gemaakt. En die vormen samen één texture, hoe wij dat noemen. En die gaan we daar eromheen wrappen. Tuurlijk. Komt ie. Dit is hem dan. Nou, het maken van het printen van een selfie kost ongeveer 15 tot 20 euro. En is een beetje afhankelijk van jouw lichaamspostuur. En ja, als je je buik een beetje inhoudt, dan wordt het natuurlijk wel iets goedkoper, omdat je dan minder materiaal verbruikt. Nou, ik denk dat het gebruik van de selfies is nu natuurlijk een hele leuke gimmick. Maar ik denk echt dat we gaan kijken naar toepasbaarheid. Dat je ook producten, bijvoorbeeld een bril, kunt toepassen op jouw gezicht. Omdat je natuurlijk je gezicht hebt gescand, je hebt misschien een iets gegeven neus. Nou, dan kan je daar bijvoorbeeld precies jouw bril op maat op maken, zodat die perfect past. Dus je kunt dus een veel uniekere pasvorm weer gaan garanderen in de toekomst. Ja, dit is toch hartstikke leuk. En hij zit hier, onze eigen Melvin, de cameraman, zit hier achter mij. En hij lijkt toch goed, hè? En Emmy samen. Ja, ik zou er wel een poppenhuis van willen, wat jullie. Nou, de hele familie. De hele familie, ja. De hele familie. Ja, ontzettend leuk is dat. Ja. Absoluut. In 2050 wil Nederland energie-neutraal zijn. En dat betekent dat we de uitstoot van broeikasgassen zo beperken dat ze geen effect meer hebben op ons klimaat. Met nog 33 jaar te gaan lijkt dat een ver van ons bedshow. Maar we moeten sneller omschakelen dan we nu denken. Onderzoekers en wetenschappers van de TU Eindhoven die zijn er maar druk mee. Letitia Ouyer, je bent coördinator energie van de TU Eindhoven. Wat is nou precies de rol van de TU erin? Die energietransitie, het omschakelen van grijs naar groen, dat kent uitdagingen op allerlei vlakken. Mm-hmm. En één daarvan is de technologische vlak.
En nou, daar zijn we druk mee. Dus echt onderzoeken van ja, wat voor innovatie, productinnovatie. Hoe kan je de energieopwek verbeteren, vergroenen, efficiëntere windmolens, zonnepanelen. Nou, dat is... Nou, we zullen straks wel eens even wat onderwerpen of voorbeelden gaan bespreken. Want hoe staan we er nou eigenlijk voor? Klimaatneutraal in 2050, gaat dat lukken? Van je zei aan het begin energie neutraal. Het gaat echt om klimaatneutraliteit. Ervoor zorgen dat wij gewoon zo goed als geen CO2-uitstoot meer hebben. Zodat de opwarming van de aarde ook gewoon stopgezet kan worden. En ik denk dat we daar best wel goed voor staan. Is dat realistisch om dat met Nederland voor elkaar te willen krijgen? Ja, ik denk van wel. Alleen ik denk wel dat je... het probleem is, iedereen heeft een termijn van over 20 jaar dit, over 20 jaar dat. Lijkt voor iedereen heel ver weg. Ja. Maar dan ben je pas net begonnen. Dus het gaat me daar heel vaak om van ja, we gaan misschien 2030 gewoon de doelen halen. Maar je moet nu al gaan investeren als je echt wel de volgende stap wil zetten. Ja, want dat is een beetje het verhaal. Hè? Dat je tot 2030, zeg maar, dan hebben we 70% gecoverd. Maar die laatste 30%. Ja, in 2030 heeft nu het ministerie van Economische Zaken gezegd. We willen dan 70% van onze elektriciteitsvraag hebben vergoed. Ja. Dus echt uit zon en wind gehaald. Nou, het is een enorme uitdaging. Hè? Don't get me wrong. Het is echt heel veel werk te gaan. Maar ik geloof daar wel in. De technologie van vandaag, die kan dat. Maar het laatste stukje, het is niet een klein stukje. Nee. En andere landen. Want Nederland doet daar dan, en die is echt wel altijd heel erg voor op allerlei dingen. En andere landen. Wat doen andere landen als die niet meespelen? Amerika, werkt dat dan? Het is wel grappig, van in de vorige fase, van 2010 tot nu, heeft Nederland niet voorop gelopen. Nee. Een beetje de boel afgewacht. Hè, van wat gebeurt er met de technologie? Wordt het goedkoper? En dat zie je met wind op zee. De minister die heeft gezegd van we gaan eerst beginnen met wind op zee als het echt goedkoper wordt. Hmm. Nou, er zijn nu een paar tenders. De windmolens aan de kant van de zee. Aan de kant van de zee, juist. Ja. Zodra de technologie goedkoop haalbaar is, dan gaan we die gewoon echt wel importeren naar Nederland en op onze zee zetten. Ja. Nou, dat is nu gaande. Dus we hebben niet voorop gelopen. Okay. Maar er ligt een kans om in de volgende deel van de wedstrijd wel voorop te lopen. Ja, maar dan moeten we het ook even anders gaan denken. Want je hebt de foto meegenomen. Nou, dit blaadje, dit kennen we al. Allemaal wel. Zijn jullie op tafel? Niet, maar dat is bij de overkant van mijn huis. Ja, nou niet precies dit plaatje, maar de nieuwbouwwijk, die snappen wij. Ja. En wat gaat hier mis? Nou, dit is, de mensen moeten er nog in komen wonen. Dat gebeurt in de komende weken. Ze zijn nog druk in het stukken. Dit is een nieuwbouw onderdeel van mijn wijk. En deze huizen zijn stuk voor stuk aangesloten op het gasnet. En dat kan eigenlijk niet meer. Nou, ik had het idee dat het niet meer de bedoeling was. Dus dat is heel gek. Maar dan ligt die oplossing dus niet voorhanden, want anders dan zou... De technologie is er. Ik bedoel, je kan deze huizen morgen omschakelen op elektrisch verwarmen. Maar waar ligt dat dan aan? Want dit wordt dus niet doorgevoerd. Jullie zijn er met 600 onderzoekers, 27 onderzoeksgroepen zijn jullie er keihard mee bezig. Maar op een of andere manier komt dit niet aan bij de aannemers en de projectbouwers. Ja, toch zijn er die. Hè? En toch zijn er. Er zijn huizen op dit moment die echt... echt absoluut. Maar vaak worden die toch particulier neergezet of zeg maar met de pure doelstelling van het moet duurzaam zijn, maar toch nooit in projectbouw? Nou, je ziet komt steeds meer projecten die wel duurzaam worden opgepakt. Maar wat je ziet is heel vaak op de schaal van een proeftuin of op een pilotproject hier en daar. Maar je ziet dat het nog veel te vaak misgaat. Jij hebt het over, we hebben 600 onderzoekers en warmtepomp, dat is gewoon een techniek wat helemaal niet zo baanbrekend is. Nee. Dus het kan al, dus je kan je huis verwarmen met duurzame elektriciteit, dat kan. Maar wat je ziet is dat het niemands probleem eigenlijk is. Niemand maakt zich er echt druk over. Nou ja, of iedereen individueel, maar er is niet een soort van gezamenlijk collectief eigenaarschap van het probleem. Maar moet de politiek hier niet veel meer dan op inzetten? Nou ja, ik zou denken, in ieder geval, als de landelijke politiek het niet redt, dan zouden de gemeentes of de provincies, die hebben daar echt wel een uitgelezen rol. Ja. Om te zeggen van, wacht eens even, als we daar gaan ontwikkelen, gaan we eerst met z'n allen om de tafel. Ja. Wie is hierbij betrokken en wat is hier het optimale energiesysteem voor deze wijk? Want waar moeten we dan aan denken? Want je zegt al wel van, we doen het nu individueel, dus we hangen onze zonnepanelen op het dak. Ja. Dat soort dingen, maar dit moet gewoon anders geregeld worden. Je kunt de warmtepomp nemen. Wat zijn er nog meer technologieën waar we over na kunnen denken die we waarschijnlijk in 2050 wel hebben of gebruiken? In 2050, ja. Ga een stuk verder. Nou, in 2050 moet je je voorstellen dat wij de duurzame elektriciteit die je opgewekt wordt door zon en wind, dat die omgezet zou kunnen worden in brandstoffen. Dus dat je eigenlijk best wel of op
schaal van je huis of wijk of gewoon naast een windmolen op zee, dat je gewoon de elektriciteit zal omzetten in wat je nu in je auto tankt. Ja. Dat is wel niet iets. Wij hebben bij ons bedrijf, wij zijn altijd in de grond bezig. En in de grond zit heel veel energie die je zou kunnen gebruiken. Ja. Dat is wel heel duidelijk. Daar zijn wij ook mee bezig, want wij zijn ook innovatief. Dan hebben wij zo'n ecovat. En ik heb jou, ecovat is ook een bedrijf die zich daarmee bezighoudt. En wij maken dan die wanden en we slaan die warmte op. Ja. En als op een gegeven moment als je te veel warmte hebt, als je dat niet nodig hebt, dan sla je dat op. En dan ga je dat wel weer gebruiken op het moment dat je dat weer nodig hebt. Nou, dat zijn eigenlijk dingen die bij grote projecten, die wij ook bij ziekenhuizen en zo gebruikt zou kunnen worden. Ja. Ja. Dat is een mooie als je het hebt over wat gaat er precies veranderen in de omschakeling van 2030 ongeveer. En dat is het conversie noemen we dat. Het is echt het omzetten. En nu is het moeilijk om je dat voor te stellen, omdat er nu nog te weinig windmolens en zonnepanelen zijn. Maar stel dat echt 70% van onze elektriciteitsvraag komt er vandaan. Dan ga je daar te veel van hebben op momenten van de dag dat de zon schijnt. En dan wil je dat omzetten. En warmte is een fantastische toepassing. Ja. Oké, maar we zijn er doorheen. Dus ik wil nog één ding kort weten. Ja of nee? Gaan we het halen? Klimaatneutraal in 2050? Ik heb besloten van wel. Mooi. Lijkt het positief. Iets anders hoor. Ja, positief. Ja. Kleren, die maken de man. En daar weten ze bij van Tilburg en Nistelrode alles van. Ambachtelijk kleermaker Jan van Tilburg die begon ooit de kledingzaak. En sindsdien groeide het bedrijf de pan uit. Jan overleed in 2015, maar zijn zoon en kleinzonen die houden zijn nalatenschap fier overeind. Ja, ik liet dit soort dingen toch eigenlijk altijd door mijn moeder doen. Maar hierbij van Tilburg moet ik er toch echt zelf aan geloven. En dat is ook het bijzondere van deze kledingwinkel. Er zit een heel naaiatelier op zolder met 70 coupeuses. Oh jongens, die gaan niet goed. De kleding wordt hier op de zolder van de winkel vermaakt, terwijl de klant beneden wacht. De vermaakte kleding voor Linders en Pittens is klaar. En dat bijzondere concept heeft alles te maken met de familiegeschiedenis. In 1885 begon de eerste generatie van Tilburg als kleermaker in Schaik. De derde generatie, Jan van Tilburg, begon deze zaak in Nistelrode. In 2015 overleed hij op 91-jarige leeftijd. Maar tot het laatste moment was hij werkzaam in de winkel. Hier in Nistelrode is mijn vader begonnen. Zijn mijn ouders begonnen eigenlijk in 1950 in een klein winkeltje hier in het dorp. Mijn moeders linnenuitzet was ongeveer de eerste handelswaar die in de vitrine prijkte. Er staat nu een nieuwe generatie aan het roeren. Gelukkig wel. Het is belangrijk bij een familiebedrijf. Continuïteit is natuurlijk prioriteit nummer één. Wij prijzen ons gelukkig dat twee van onze zonen hier de zaken overnemen. Ja. Heeft u ze dan ook een beetje gepusht? Nee, pushen werkt niet. Dat hebben ze bij mij in het verleden ook nooit gedaan. Nee, dat is, kan averechts uitpakken natuurlijk. Beide zonen werken inmiddels al een aantal jaar in de winkel. En met een nieuwe generatie mag er ook best een beetje een nieuwe wind gaan waaien. Daarom is er boven de winkel niet alleen een kledingatelier, maar ook een fotostudio gekomen. Ja, zo'n 7 jaar geleden vond ik de tijd rijp dat wij als bedrijf ook online iets gingen doen. En hoe dacht pa daarover? Ja, in die tijd was dat dus nog allemaal niet zo vanzelfsprekend. Toen was het echt kleding, dan moet je voelen, zien, passen. Is een emotieproduct, gaat nooit werken online. Ja, in dat jaar was bijvoorbeeld een Zalando ook nog niet actief in Nederland. Dus dat heeft wel wat woordenwisselingen gekost. Maar uiteindelijk denk ik dat iedereen nu er wel van overtuigd is dat het ook echt een toevoeging is voor de winkel. Nou bent u natuurlijk niet de man die de naald en de draad pakt, maar uw vader was dat natuurlijk wel. Ja, mijn vader was vakman in optima forma. Ik denk dat hij 75 jaar lang kleermaker is geweest. Hè. En hij kijkt nu letterlijk en figuurlijk over de schouder mee. Hè? Ja, zeker. Ja, altijd nog. Ik word er iedere dag aan herinnerd. Ook de klanten in de winkel die er echt hele hartverwarmende verhalen over vertellen. Mooi bedrijf van Tilburg.
Dancemuziek is populairder dan ooit. Met een exportwaarde van 218 miljoen legt het onze economie ook geen windeieren. En laten de roots daarvan nou liggen in Breda, house capital of the world. Chesto en Hartwell, die kennen we allemaal. En er zijn er nog veel meer. In 2014 stonden maar liefst 5 DJ's uit Breda in de top 30 van de toonaangevende DJ Mac Top 100. Arnold van der Leden, jij dacht ik moet er wat mee en bedacht House of DJs. Zo is het gegaan. Hoe kan dat nou, dat Nederland en vooral Brabant eigenlijk zo vooruitstrevend en bovenaan staat in die dancemuziek? Ja, dat is een lang verhaal, maar uiteindelijk denk ik zijn de artiesten heel belangrijk geweest. Hè? Je hebt, wat je zegt, een heel aantal grote DJ's in Breda met name. Nou, en daar komen, die hebben allemaal weer eigen artiesten meegenomen. En daarom is Breda, moest je even corrigeren, DJ Capital of the World. Ja. Nou, vanuit dat gevoel dacht ik, daar moeten we wat mee doen, met die artiesten. En zo hebben we een groot parcours afgelegd tot waar we nu staan met 100 man House of DJ's die we de wereld in brengen. Ja, want eigenlijk is het zo, het is een religie, het is fantastisch, het is geweldig, mm-hmm. maar we hebben geen plek om dit te eren. Precies. En dat is wat jij wil gaan creëren, een House of DJ. Ja. We hebben hier een paar foto's, mm-hmm. kun jij eens vertellen hoe moet dat eruit gaan zien? Ja, het concept bestaat uit 4 pijlers. Het grootste gedeelte, waar ik zelf ook het meest trots op ben, is het etaleren van de Dutch Dance. Mm-hmm. Dit gedeelte wat je nu ziet, dat is een koepel waar je eigenlijk alle dance-stijlen kunt beleven. Dance is nogal breed. Je hebt van lounge, Oliver Heldens, een van jullie had daar contacten mee, tot de hardcore scene. Dus je hebt heel veel verschillende stijlen. Nou, hier in deze koepel heeft Mac, ons designbureau, bedacht van hier kun je al die dance-stijlen beleven. Dus je hoort een track, bijvoorbeeld in de trends. En het publiek kan dan bepalen naar welk gedeelte dat die track wordt vertaald. Dus mm-hmm. richting hardcore, richting lounge, richting allerlei zaken. En daaromheen kon je dan ook nog danspasjes hebben. Nou, dit is iets waar we binnenkort mee beginnen. Ook virtual reality, waar we het net over hadden, ook in de uitzending. Laten we op dit moment artiesten scannen. Dus Hartwell heeft een 3D-scan gehad, Roog en een heel aantal anderen. En we gaan hier een virtual reality film van maken. Dit is een Hall of Fame waarin we de grootste artiesten, de Nederlandse grote DJ's, gaan eren. Mm-hmm. Dit is in een... Het ziet er fantastisch uit, hoor. Ja. Je wordt er blij van. Ziet er mooi uit, absoluut. Zo tot in de puntjes wordt dit ook voorbereid. Ja. Want je zou bijna geloven dat het al bestaat als je dit ziet. Maar dit moet er nog komen. We hebben dan naast die stroopwafels en die tulpen hebben we ook straks de dance als cultureel erfgoed staan. Hoe absoluut. Zorg jij nou dat dit tot in de puntjes zeg maar geregeld is? Nou ja, ik ben vanaf het begin bezig geweest met draagvlak te creëren en professionals aan me te binden. Dus wat ik zeg, we hebben nu 100 man eromheen en dat zijn echt professionals, zoals die dit hebben bedacht. Ja. Je hebt het over iets heel moois. Ook heel professioneel in de wereld van de dance zijn Nederlanders. Dus wij moeten het ook super professioneel aanpakken en dat hebben we gedaan. En je hebt toch wat in je nek hijgen, hè? Deze meneer zelfs nog. Ja, dat is onze ambassadeur. Ja, ja, dat klopt. DJ Chesto. Absoluut. Die heeft zich verbonden aan dit... Aan dit initiatief, verhaal? Ja. Aan dit project. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dus daar hebben we heel veel reuring mee gehaald. Heel veel media achter ons gekregen. En hij is ambassadeur. Dus we mogen zijn foto's en zijn logo, alles mooi. Gebruiken. Maar dan moet het ook wel gaan kloppen. Want als het niet meer klopt, dan heb je zo'n wereldtop DJ-man. Die daar, dan staat die denkt dan ook van, ja jongens, dit gaat hem niet worden. Hey, en hoe komt het nou dat, want je zegt het net, Breda, Brabant. Ja. Nou, dus dat vinden wij allemaal heel leuk, want wij zijn allemaal Brabanders, moet ik zeggen. En de beste DJ's komen uit Brabant. Ja. Chesto, die komt uit Breda. Ja. We hebben er in Beekendonk eentje zitten, Sani of zoiets. Dat is ook zo'n, dat schijnt ook een heel goede te zijn. En zo zijn er een aantal. Hoe komt dat nu? Ja. Dat ze hier een beetje komen. Van Brabant komt. Ja. Want ja, als je naar boven de rivier, dan zijn wij toch maar boeren. Maar doen wij toch goed. Ik weet niet, we zijn geen boeren. Mag hè? Dat doen we niet aan. PSV zeggen ze. Dat zeggen ze bij PSV. Ja. Ja, hoe dat komt, kijk, dat kan ik niet heel goed doorgronden, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet wel dus hoe het in Breda is ontstaan. Uh-huh. Waarbij Chesto nam Hartwell mee, Hartwell nam Dennick weer mee. En zo hebben ze elkaar eigenlijk verder geholpen. Dus dat weet ik wel, het verhaal van de rest van Brabant. Ja, je hebt grote festivals hier. Ja. Ik denk dat het publiek, iets met muziek heeft. Misschien komt het vanuit het carnaval. Want we hebben dan de roots in Brabant liggen, maar toch ga jij dit naar Amsterdam trekken. Ja, ik trek het naar Amsterdam. Ik heb eerst 13 maanden gekeken om het in Breda op te starten. Ik heb onderzoeksbureaus in de arm genomen. Die hebben ook onderzocht in Rotterdam en in Amsterdam wat het zou gaan doen. En met name het experience, hè, waar je voor moet betalen, een museum, maar dan op een hele interactieve manier. Dat is met name in Amsterdam het meest haalbaar. Ja, dus dan ga je een beetje prijken met onze glorie hier uit Brabant in Amsterdam.
Ik vind het toch jammer. Ja, ja. Nou ja, je kunt het doorvertalen als Bredaanse ondernemers of een Bredaanse collectief gaat Amsterdam voorover. Ik denk dat het op die wijze moet. Ja. Uiteindelijk heb je natuurlijk zakelijk moet je kijken van oké, wat is het meest haalbaar? Gaat het om. Ja. Nou ja, gekoppeld aan gevoel. Kijk, ik zou heel graag in Breda willen beginnen, maar Amsterdam is gewoon echt meer haalbaar. Dus eind deze maand, dan komen de crowdfundacties, dan gaan ze beginnen. Het gaat eerst om een paar ton en daarna, begin 2018, ga je voor de 4,3 miljoen om het hele plan uit te zetten. Mm-hmm. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En we houden je in de gaten. Nou, super, gaaf. Dank je. Dan, jonge studenten, die bedachten een soort onbemand benzinestation, maar dan voor bier. De Simple Tap, die is niet, dat betekent dat je niet meer in de rij hoeft te staan voor de bar en dat je kunt betalen met je pinpas. En wanneer kun je die tap nou beter testen dan rondom carnaval in Bergen op Zoom? Wat we hebben bedacht is een Simple Tap. Dat is een automatische bar waar mensen op het kassascherm kunnen aangeven hoe bier ze willen. Vervolgens ook kunnen betalen met contactloos pinnen. En daarna ook zelf een biertje kunnen tappen. En doordat de tap geautomatiseerd is, komt altijd dezelfde hoeveelheid eruit. Je hoeft niet te kunnen tappen en het gaat heel de avond goed eigenlijk. We zijn op het idee gekomen door een schoolopdracht waar we eigenlijk fictief een bedrijf moesten opstarten. Ik zat op dat moment in de rokersruimte op een donderdagavond, stapavond in Breda. Op een gegeven moment kwam ik heel veel bekenden tegen. Toen wou ik bier halen, maar kon ik geen bier halen omdat er geen personeel mag zijn in de rokersruimte. Dus toen dacht ik, er moet iets met zelfbediening komen. Eerst moesten we onderzoeken wat de markt was, wie de doelgroep was. Vervolgens het probleem toetsen in de markt. En vervolgens hebben we ook hier een keer gestaan met een traditionele biertap waar je gewoon zelf moet tappen. Alleen om te toetsen of dat mensen het leuk vinden om zelf te tappen en om ook met de pin te betalen of dat ook werkt. En toen hebben we de tap geproduceerd en nu zijn we verder aan het testen met de tap zelf. Ons verdienmodel is eigenlijk het verhuur van de tap. We zijn nu anderhalf jaar mee bezig. Je hebt elke dag wel nieuwe uitdagingen. Elke dag is er wel weer iets waar je tegenaan loopt en waar je dan ook weer zelf uit moet komen. En ja, je bent altijd wel bezig en dat vind ik wel het leukste aan ondernemen. Het is echt een uitdaging om te doen. We zijn natuurlijk 21 en 20 jaar oud. Voor ons is het omdat we zo jong zijn, we hebben geen ervaring. We kennen de markten niet goed waar we in zitten. Dus het is heel veel leren. Je zit eigenlijk continu in een leerproces. Halverwege het schooljaar waarin we het project zijn gedaan, zijn we ook aangenomen bij Starterslift in Breda. Een community waar startende ondernemers eigenlijk bij komen voor hulp, begeleiding. Netwerk. En als we ergens tegenaan lopen, kunnen we of onze begeleider bij Starterslift opbellen of onze begeleider bij het Avans, als onze oude docent. Ik vind het een heel leuk idee. Ja, het werkt goed. Het is, als je geen klein geld bij hebt en je wilt toch nog wat drinken of je zit op een festival, het is ver naar de bar en je kan midden op zo'n plein iets drinken, dan is dat een ideale uitkomst. Als het loopt vanavond, dan mogen ze heel de vaste avond heeft hier en mogen ze heel de vaste avond draaien. Ja. Ja, het plan voor de toekomst is eigenlijk om dit jaar eigenlijk een goed festivalseizoen te draaien met de taps die we nodig hebben voor dat festivalseizoen. We hebben daar natuurlijk een bijvullende investering voor gekregen bij Starterslift. En uiteindelijk willen we uitgroeien naar meerdere dranken, dus ook de cola, de postmix en de wijn. Ja, het is wel een leuk ideetje dit. Er komen al wat vragen ook op. Maar ja, hoe check je ook de leeftijd dan? Hè? Dat is iedereen maar willekeurig kan gaan tappen. Maar goed, wel weer een leuk idee. Jonge mensen, daar houden we van. Heb je nou zelf niet een idee waarvan je denkt van, had ik dat nou maar bedacht? Of waarom is dat er nog niet? Arnold? Nou ja, we hebben het over duurzaamheid. Een duurzame manier van vliegen. Dat lijkt me wel interessant. Ik weet dat Chesto het meest reist van alle artiesten die er wereldwijd zijn. Nou, als hij duurzaam zou kunnen vliegen, zou dat wel wat opleveren. Oké, Winnie? Ja, dan zeg je met vliegtuigen. Ik zat echt met de auto's. Je zit nu al met die elektrische auto's. Maar er moeten andere dingen nog zijn die we zouden kunnen gebruiken, waar we eigenlijk heel veel van hebben. Daar zou ik wel iets in willen vinden. Of dat nou water is of iets anders. Waar ook die auto's en inderdaad ook vliegtuigen. Wat zijn jullie lekker innovatief aan denken? Ja, gewoon simpel de bakfiets. Ik denk, ik ben super atechnisch. Ik denk dat ik dat wel had kunnen uitvinden, denk ik. Oh, ja? Ik heb er super veel gebruik van gemaakt, dat is de bakfiets. De bakfiets, ja. Oké. Nou, ik dank jullie allemaal voor jullie komst. Tot
Tot zover dan Booming Brabant. Ken je nu een bedrijf dat echt in dit programma past? Of heb je misschien zelf wel zo'n innovatief bedrijf? Laat het ons dan weten. Boomingbrabant@omroepbrabant.nl. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.